Ralf Seuntjens, wat is dit nu weer een mooi voetbalverhaal. Ja. We dachten allemaal dat gaat nog wel een poosje duren. Je zit bij de selectie, je valt in en dan maak je ook nog de winnende. Ja, eens. Ik had zelf ook, zie het ook als een sprookje inderdaad. Toen ik daar bij AZ van het veld afging, dag erna zat er nog een tennisbal op. Dus twee keer een foto gemaakt, een echo laten maken. Ja, dan was het wel wat schade te zien, zeg maar. Maar met de mosterd ging het eruit. Mosterd, vertel eens. Mosterd, ja, ik had mosterd. Linsen kwam met het idee. Brian Linsen, die dat alles deed bij Vitesse. Ja. Dus ik dacht, ik smeer het erop en wonderbaarlijk genoeg was het binnen 3 dagen was het vocht wel redelijk weg. Samen met de behandeling van Jasper Steens natuurlijk, ons fysio. En die combinatie zeg maar heeft heel goed geholpen. En, hoe kan dat? Ja, dat ik snap het ook niet. In mosterd heb ik wel opgezocht zitten wat ontstekingsremmende dingetjes in. Dus dat is wel wonderbaarlijk. Dus als iemand een keer een buikvirus heeft of zo, moet je gewoon even wat mosterdkorreltjes nemen en dan schijt te helpen. Er zijn ook mensen die hierom lachen, hè? Die denken dat kan toch niet? Dat is echt waar. Dus ja, probeer het zou ik zeggen als je een keer een griepje hebt. Maar ja, het hielp wonderbaarlijk genoeg. En toen daarna gewoon eisen, behandelen, stabiliteitsvormen. Ja, vandaag dan met een soort gipstape om mijn enkel heen. En dan was het wel redelijk verantwoord om gewoon hier te staan. Ja, 2 weken geleden, Jong AZ, vreselijke avond, ging jij er met een brancard af. Ja. Er werd zelfs gevreesd voor enkele maanden. Ja, dat dacht ik zelf. Ik dacht zelf toen ik van het veld afging dat ik misschien wel mijn laatste wedstrijd had gespeeld. Want ik had overal pijn, mijn middenvoetsbeentje, achillespees. Ik wist gewoon niet, ik wist niet waar ik echt last had, zeg maar. Het schijnt dat het zenuwtje misschien klem heeft gezeten of iets, dat doet verschrikkelijk pijn. En dat het is geweest en dat ik geluk heb gehad. Ik heb vroeger ook al een keer enkelbanden zeg maar, ingescheurd. Ze worden wel wat flexibeler, zeg maar. En de hersteltijd is daardoor wel wat soepeler. Maar op dat moment bij AZ stuurde ik ook mijn vrouw een app van dit is afgelopen voor mij. Dus het kan mooi zijn. En nu sta je hier, mooi inderdaad. Winnende goal, 2-1, belangrijke punten. Was er nog twijfel bij je vandaag of je mee zou gaan? Ja, gisteren heb ik voor het eerst pas met de groepstraining meegedaan. En dat is een lichte training natuurlijk voor de wedstrijd. Dus ik heb niet eens echt een sprint of iets van dat gedaan. Wel met de fysio natuurlijk, maar niet echt in fysiek contact. Maar met Jasper Steens en de trainer, gewoon uitvoerig. Fysiotherapeut. Ja, fysiotherapeut. Gewoon alles een beetje besproken. De mogelijkheden en de nadelen die eventueel kunnen optreden. Ook omdat het kunstgrasveld is. Maar, want het was een risico. Ja, sure. Ja zeker. Ja. Het was een risicootje inderdaad. Maar hij is goed uitgepakt nu, want ik voel nu niks. En zometeen ijzer op in de bus en dan gaan we herstellen.